Wij hebben hier zitten Samora. Hallo Samora. Hallo. En jij hebt jouw manager meegenomen en dat is Mitchell. Ja. Hallo Mitchell. Hallo. Samora. Maar jij bent zeg maar het zangtalent, hè? Ja. Hoe lang zing je al, Samora? Ik zing ongeveer 8 jaar. Hey, mag ik jou eens wat zeggen, Samora? Ja, vertel. Nou, ben je dan zeg maar bij mijn programma hier te gast? En ik bedoel, sommige mensen, niet iedereen hoor, maar sommige mensen zouden dat toch maar een halve eer vinden. Maar jij zit hier op de bank en je zit gewoon kauwgom te kauwen. Hier, geef mij van mij. Ja, echt? Ja, maar ik heb toch niet... Ik bedoel, mensen schakelen zo half in, zien net... en dan de volgende gast. Maar als manager, Mitchell, moet je toch ook zeggen... dat Samora dit katholiek kauwgom kauwt? Nee. Ik ben niet zo'n strenge manager. Man. Ben je niet zo'n strenge manager? Nee, man. Maar je moet toch denken aan de marketing van je artiesten, nee, Mitchell? Nee, maar het moet gewoon vanzelf gebeuren, weet je. Je moet niet zeggen dat ze maar geen kauwgom eten en zo, man. Jij vindt gewoon dat ze zo natuurlijk mogelijk zichzelf moet zijn? Ja, toch. Maar ik heb toch veel mensen op die bank gehad in die 6 jaar tijd. Maar niemand is zo ongeïnteresseerd. Maar Mitchell, oké, maar wat is... Jij bent even de manager van Samora. Oké, Samora, ik ben je vraag de antwoord alweer vergeten. Hoe lang zing je al? 8 jaar. Al 8 jaar. Ja. En Mitchell, jij bent haar broer. Wanneer heb jij het talent van Samora ontdekt? Sinds het Idols begon. Bedoel je daarmee vorige week zaterdag? Of, ja. Of nee, sinds de eerste Idols? Nee, gewoon echt van vorige week pas. Je bent ook sinds vorige week pas haar manager? Ja. Ja? Ja? Ja. Ja. Maar Mitchell, maar je hebt ze morgen toch wel eens horen zingen, of niet? Ja, zeker, man. Maar niet echt dat ik dacht dat ik manager, je weet toch, manager zelfprocedure of zo. Dus gewoon, ik loop langs en zo, ik word er geel in de dinges. In de badkamer, I always love you. Je weet toch, niet echt dat ik dacht van, is er toekomst daar in de muziekbusiness? Dat dacht je niet? Nee, maar komt helemaal niet, ik kom geen 1 seconde in mijn hoofd, man. Nee. Helemaal niet. Maar wat is dan het omgangspunt geweest vorige week dan? Heb jij nog meer, manage jij nog meer artiesten? Ja, Whitney Houston? Paar, nee, maar niet zoveel. Het zijn gewoon mensen die gewoon helemaal vanaf onderaan aan de ladder beginnen, weet je. Ze zijn niet ja, daar helemaal... staat ze wel ongeveer, denk ik. Ja, zeker. Weet je? Nee, hoor, Dave Samora. Maar hoeveel mensen manage jij, Mitchell? Ik al ongeveer 3 mensen, zo. 3 mensen? En wie zijn die andere artiesten? Gewoon nog een paar andere mensen, man. Maar waarom kan je er niks over zeggen? Zit ze vast? Mitchell, waarom kan je niet zeggen wie die andere artiesten zijn? Omdat ik ben nog met ze bezig. Ik kan ze nu niet opnoemen als ze nog niet op televisie komen, weet je. Oh, oké. Je bent ze aan het trainen, zeg maar, voor het grote werk. Ik ben werk. Niet aan het trainen. Ik ben ze gewoon proberen te helpen om op televisie te komen. En al die, Maar hoe coach jij ze dan van? Weet je, als je dan op televisie komt, dan steamroll, bandbits. Wil jij echt zeg maar een manager worden van muziekacts? Dat is eigenlijk niet, man. Nee? Nee. Samora, mag ik jou vragen, zeg maar, weet je zeker dat wel de beste manager voor je is? Maar hoe ben je gekomen om Mitchell te vragen als manager? Ja, het is helemaal niet zo gegaan. Ik begon te zingen en hij zei dat het mooi was. Hij zegt net ook gillen. Hij zei dat het mooi was, zei hij toen tegen me. En toen, ja, toen, zei hij, toen kwamen die reclames van Idols en zo, dat je kan meedoen. En toen had hij me al ingeschreven. Mitchell, jij hebt Samora wel ingeschreven? Ja. Ja. Misschien maakt ze wel een kans op die 1000 miljoen mensen dat ze ooit idool zou worden, toch? Dat was jouw droom voor haar? Nee, niet echt een droom. Oh. Het is misschien 1 op de 1000 dat ze het zou halen, weet je. Maar het zou wel leuk zijn als ze, oh, je weet toch, een beetje proberen of zo. Je ja. Weet toch? En wat zou jij omschrijven als Samora haar kracht? Haar kracht? Ik weet niet, man. Het is gewoon een beetje... ja, ik weet niet, man. Ik weet niet wat ik moet zeggen, man. Mitchell, mag ik... Wil jij ook mijn manager zijn?
Dit is zo fantastisch zijn. Mijn contract loopt binnenkort namelijk af bij RTL. Dat ik met jou als manager binnenkom. Is dat een deal? Nee, maar dat kan niet, man. Ik ga niet te veel mensen managen, man. Jij denkt toch dat die 10% van Samora meer oplevert op termijn? Nee, het levert niet echt veel op of zo, maar het gaat erom dat we gewoon BN'ers worden, weet je. Dat het gewoon mensen scannen, gewoon, weet je. Het is niet echt zoiets van echt dat we echt met albums komen en zo in de free record shop en zo. Dat we hier bij Jensen gewoon hier muziek komen spitten en zo. Dat gaat, zo gaat het niet, man. Het is gewoon een beetje proberen om naar de top te gaan, weet je. Maar wat is dan je doel? Gewoon BN'er worden? Mijn doel is ja, BN'er eigenlijk. En dan? En daarna? Dan ben je BN'er en dan? Heb je fame. Ja, en dan? Wat doe je als je fame hebt, dan heb je... Ik weet niet als ik die termen mag gebruiken hierom. Ja, zeg maar. Ja? Dan heb je bitches, man. Dan heb je bitches. Ja, man. Ben je zo'n Snoop Dogg en zo? Nee, dat niet echt, maar het gaat gewoon om dat je die bitches dan hebt. Of ze denken dat je riches hebt en zo, weet je. terwijl je niet eens een Fernandes kan kopen in de Dirk, man. Dus het gaat je uiteindelijk gewoon om de vrouwen, zeg maar? Eigenlijk niet echt, man. Het gaat eigenlijk gewoon meer om gewoon... De bitches. Ja. Sorry dat ik het woord vrouwen gebruikte, inderdaad. Ja. Het gaat je om de bitches. Ja. Nou, wat dat betreft ben je net zoals iedere manager die ik ken, moet ik je heel eerlijk zeggen. Ja, zeker. Dus dat is waar. Hey, Samora, zou jij nog één keer willen zingen hier voor ons? Het is wederom, heb je een groot publiek, kijk een hoop mensen. We hebben hier het publiek, we zouden je graag horen zingen. Ben je er klaar voor, Samora? Jawel. Dames en heren, hier is Samora! Vind je het goed, Mitchell, of niet? Ja, het kan beter altijd. Ik vond het heel goed. Nou, geef Samora en Mitchell nog even applaus. Zometeen zijn we terug, dames en heren, met Cookie. We zijn zometeen terug met Cookie. Blijf hier. Mitchell, heb jij eigenlijk een relatie of niet? Nee, man. Nee? Playing your heart, ben jij Mitchell? Ik had 20, man. 20? Ja. 20, oké. Okay. Maar je play the field, weet je wel? Ja, Playing the hot field, hè? Yes, man, yes. Daar in Amsterdam, waar zit je ook alweer? Amsterdam? Westside. Mitchell, ik ben enorm fan. En kunnen jullie het goed met elkaar vinden als broer en zus? Ja, heel goed. Houden jullie erg van elkaar? Zeker, man. Ah, dat is wel leuk. Dat...